Woningbouwvereniging IN wil alle Nederlandse bewoners van studentenflat Selwert 1 laten verhuizen. Het is de bedoeling om alle kamers die vrijkomen in deze flat te verhuren aan de Housing Office. Dat is een bemiddelingsorganisatie die huisvesting regelt voor buitenlandse studenten van de Hanse Hogeschool en de RUG. In 2005 hadden de Housing Office en de woningbouwvereniging plannen om alle Nederlandse bewoners van de flat tegen een vergoeding te laten vertrekken. Dit plan is destijds afgeketst omdat het merendeel van de bewoners niet wilde verhuizen. Nu krijgen vertrekkende Nederlanders een beloning van 36 inschrijvingspunten. Hiermee wordt het makkelijker om een nieuwe kamer te vinden. Verder moet Selwert 1 door natuurlijk verloop gevuld worden met buitenlandse studenten. Wij hebben in Selwert 3 studentenflats. En die studentenflats, daar zitten heel veel kamers in. Die in de laatste jaren wat minder verhuurbaar zijn. En om ervoor te zorgen dat er geen leegstand blijft in die studentenflats, want leegstand maakt huisvesting voor studenten duur, gaan we in één van de studentenflats, Selwert 1, de ruimte die we daar hebben verhuren aan het Housing Office. Want die zoekt juist ook op die plek in de stad voortdurend meer woonruimte voor buitenlandse studenten. De bewonersvereniging zegt dat er meer dan genoeg vraag is naar kamers in Selwert. Ik schat dat er ongeveer 30 kamers leeg staan. Het is wel zo dat ingebruikt dit als argument ook om de kamers naar de Housing Office te verhuren. Een van onze bewoners heeft een van de kamers op internet gezet, op kamernet.nl. En daar kwamen 35 reacties op in een week tijd. Dus over een gebrek aan vraag naar kamers, daar kan toch geen sprake van zijn. De studenten hoeven nooit lang te wachten op een kamer in de Selwert-flat, zelfs niet in de drukste zomermaanden. En de kamers in Selwert 1, die verhuren we gedurende een paar maanden per jaar niet. Om ze daarna in één keer aan het Housing Office te kunnen verhuren voor buitenlandse studenten. Ondanks protesten van bewoners van de flat lijkt IN de plannen door te zetten. De bewoners vrezen dat de sfeer in de flat er door de leegloop niet beter op zal worden. De uiteindelijke vraag is dus hoe lang het zal duren voordat de flat vol zit met buitenlandse studenten. Studentenhuisvesting heeft een beetje als kenmerk dat ongeveer de helft van zo'n flat elk jaar leeg komt. Mensen wonen daar over het algemeen heel kort. En wij verwachten dat we met een jaar of 3-4 een heel groot deel van die flat aan buitenlandse studenten hebben kunnen aanbieden.